tot stand kan brengen, ondanks het afleidingsmanoeuvre van de pakwerker. Aangepaste muziek, parachutist die naar beneden komt, mitrailleur gekletter, de hond laat zich niet beïnvloeden. Ja, zeer goed gedaan, zeer krachtig ingestoten. De bedoeling is dat de dieren zo lang mogelijk wachten om in te stampen. Kijk goed. De watersproeier staat op de hond gericht. De paracommando wordt niet graag nat, trekt zijn parapluutje open. Gaat op zijn hukjes zitten. En gaat zeer langzaam proberen de hond in slaap te wiegen. En gaat proberen van de mand weg te nemen. De hond spant zich op en gaat zeer krachtig instoten. Magnifiek gedaan. En de heer August Rogge mag zijn hond komen feliciteren. Kijk maar, de glimlach staat op zijn gezicht te lezen. Aanvalt door een vijver met water in ballonnen. Moet door een kubus gaan. Kletst in volle vaart op het linkerbeen van de aanvalsman. En dan moet de aanvalsman proberen door de PVC-kubus tegen de achtertrein van de hond te trekken. Probeert de aanvalsman de hond naar huis te jagen. De hond blijft er. Enkele korte flashes na elkaar. De burgeraanvalsman die gaat aantonen dat het voorwerp toch wel kan afgenomen worden. De hond wou komen, komt niet. Wil komen, komt niet. Twijfelt. De burgeraanvalsman twijfelt niet. Neemt het weg. En er is geen contact geweest tussen de muilband en het lichaam van de burgeraanvalsman. Aanvalsman heeft dus gewonnen. Hier een andere poging met een andere hond. Zeer goed afgeweerd van de hond. Maar wat gebeurt hier? De hond verlaat zijn te bewaken voorwerp. De 10 seconden regel gaat in. De hond loopt nog altijd buiten de ringen. De 10 seconden regel gaat in. De hond is nog altijd meer dan 3,5 meter verwijderd van zijn te bewaken voorwerp en wordt hier afgebeld. Ook 0 tot gevolg, geen punten. Nogmaals een nieuwe poging met een andere hond. Dit om aan te tonen dat niet alle honden erin slagen. Kijk goed, deze hond is al bijna verslagen, staat te veel naar achter, kijkt weg van de burgeraanvalsman. De burgeraanvalsman die zeer kalme wijze het te bewaken voorwerp afneemt. Hier zien we nogmaals verschillende beelden van een onderbroken aanval. Op het laatste moment wordt de hond teruggefloten, ondanks het feit dat de hond niet zeer snel inging. Buit het toch in. Hier nogmaals Charles Utten. Uit Limburg roept zijn hond af, maar deze gaat door en gaat krachtig inbuiten in plaats van te luisteren. Deze hond ook van onze vriend Fred. Loopt door, twijfelt, fluit en gaat toch door. Met als gevolg 0. De hond roefel van de heer Gieverstraten. Loopt door, fluit. Slechts een halve seconde contact op de mouw. Ja, dames en heren, de beste moet winnen. Open muil erop. Geeft als gevolg 0 punten.